De nieuwe pas wordt alleen onder de inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn verspreid. Ik vind het heel goed. Ik denk dat er alleen maar afval naast de pedaalemmers wordt gedumpt dan. Ik vind het op zich een goed idee. Alleen de voorwaarde zal wel zijn dat ook die bakken op tijd geleegd worden. Met het nieuwe systeem moet het zogenoemde afvaltoerisme een halt worden toegeroepen. Een van de dingen die wij merken is dat er steeds meer afval in onze containers wordt gegooid die daar niet hoort. Door bijvoorbeeld bewoners van omringende gemeentes. En je ziet dan toch dat mensen denken, hé, ik kom Zwammerdam binnen, daar kan ik wel wat weggooien. En daarom hebben we die pas ingevoerd, zodat we zeker weten dat mensen die er recht toe hebben ook toegang hebben. De afvalpas moet binnenkort ook worden gebruikt om vuil bij afvalbrengstation De Liemers te brengen. Vroeger hadden we dan keken we naar je identiteitsbewijs, nu hebben we deze pas. Daarmee kun je laten zien dat jij particulier bent en dat je met recht daar komt om je afval te scheiden. Een vraag die wel onder de inwoners leeft is, hoe zit het met de privacy van de afvalpas die op naam staat? Die bak die registreert dat iemand met een paskuim kijkt of die persoon toegang heeft. Dat wordt geregistreerd. We kijken ook of er misbruik van gemaakt wordt. Daarvoor bewaren we de gegevens een korte periode, ongeveer een maand. En daarna wordt het weggegooid. De nieuwe afvalpas wordt vanaf 1 mei gefaseerd ingevoerd. Bedrijven blijven, net zoals nu, zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afval.